Nog nooit heb ik zo verlangd naar de lente. Na die lange coronawinter wil ik naar buiten, mijn tuin in. En die kan wel wat extra aandacht gebruiken. Misschien zijn er nog wat stenen die ik kan vervangen door groen. En er komen er ook meer vogels en vlinders in mijn tuin. Groen is belangrijk. Bijvoorbeeld om de piekbuien op te vangen die geheid weer zullen vallen de komende zomer. In een warmer klimaat bevat de lucht meer vocht en kan er ook meer regen vallen. En door stenen te vervangen voor groen kan het water langzaam de grond inzakken en wordt ook de grondwaterstand aangevuld. En dat is heel belangrijk. Want de afgelopen 3 jaren waren extreem droog. En droogte is ook een gevolg van klimaatverandering. Vooral in het binnenland zal de droogte in het voorjaar en in de zomer vaker voorkomen. Maar ja, planten en bloemen in je tuin, die hebben water nodig. Bij voorkeur geen kraanwater, maar regenwater uit je eigen regenton. En sproei niet midden op de dag, dan verdampt het water gelijk. Maar in de ochtend of tijdens het begin van de avond, niet elke dag, 1-2 keer per week, dat is voldoende. En als het gras geel wordt, dat is natuurlijk niet fraai, maar je zult zien dat het gras na een stevige bui vanzelf weer groen wordt. En u herinnert zich vast nog wel die lange hittegolf vorig jaar augustus. In een warmer klimaat zullen hittegolven vaker voorkomen, langer aanhouden met hogere temperatuurpieken. En sommige mensen hebben extra last van die hitte. Als het te heet is in je directe omgeving, nemen de risico's op hittestress toe. En groen is daarbij ontzettend belangrijk om hitte draaglijk te maken. Dus kijk om je heen. En bereid je goed voor op de komende zomer. En geniet vooral van je eigen tuin.